Het EFS-college COVAP heeft vandaag 78 afgestudeerden afgeleverd. Echter is de leiding van COVAP zich ervan bewust dat waarschijnlijk meer dan 60% van de geslaagden naar het buitenland zal vertrekken, zei directeur Angel Warrelei Kumbangsila vandaag bij de diploma-uitreiking. Onder de geslaagden bevinden zich 49 basisverpleegkundigen en verzorgenden, waarvan 9 uit Nikeri. Ook zijn er 18 dialyseverpleegkundigen, 4 praktijkbegeleiders en 7 intensive care verpleegkundigen. De directeur wijst erop dat al langer dan 2 jaar het een tendens is dat geslaagden van COVAP wegtrekken. Warrelei Kumbangsila zegt dat zij de laatste persoon zal zijn om de geslaagden hier te houden, omdat het gaat om een persoonlijke keus. Wat ik u wel meegeef is voor de tijd dat u praktiseert, dat u in die praktijk bent. De tijden zijn zeer uitdagend nu in de praktijk. Het zijn tijden waar er immense tekorten zijn aan materialen, medicaties. Volgens mij aan letterlijk alles. Ik hoor verhalen dat patiënten met lakens moeten komen, met kussens moeten komen. Anderen moeten met lepels komen. Paracetamol. Enzovoorts. Te midden van deze omstandigheden wordt u geacht kwalitatief goede zorg te bieden aan die cliënt. Dat zal niet zo makkelijk zijn. Het uitgangspunt is dat u als zorgverlener, u bent ervoor opgeleid dat u eigenlijk de beste zorg wil geven aan die cliënt. Maar daarvoor heb je ook een bepaalde environment nodig. Daarvoor zijn er ook condities die van belang zijn. De COVAP-directeur zegt dat als de nodige condities er niet zijn, de uitkomst van de zorg die wordt geboden, direct zal inboeten aan kwaliteit. Het is elke dag een uitdaging om de zorg zo goed mogelijk aan te bieden aan het publiek. Desalniettemin gaf ze de pasgeslaagden mee dat zij ondanks de beperkte mogelijkheden moeten proberen te werken zoals ze dat geleerd hebben. Zodat we de patiënt, de cliënt, niet schaden. Omdat een van de basisprincipes van gezondheidszorg is om die patiënt niet zieker te maken dan dat hij gekomen is. Dat weten we toch? Do not harm the patient. Dus al zou je geen waskommen hebben of een nierbekken of I don't know, zorg in elk geval ervoor dat je geen schade berokkent aan die gezondheid van die patiënt of die cliënt. Directeur Warrelei Kumbangsila herinnerde de pasgeslaagden eraan dat zij altijd de basisprincipes van verantwoord zorg geven zullen moeten handhaven.